Nou, we hebben inderdaad een brief uitgereikt vorige week aan horecaondernemers in Oldenzaal. Omdat wij aanwijzingen hebben dat motorclubs of leden van motorclubs... Omdat wij aanwijzingen hebben dat motorclubs of leden van motorclubs aan het verkennen zijn of ze in Oldenzaal voet aan de grond kunnen krijgen. Hoe vervelend is dat? Nou, wanneer een paar leden van een motorclub ergens binnenkomen, dan hoeft dat nog helemaal niet vervelend te zijn. Maar wanneer dat ertoe leidt dat grote groepen binnen gaan komen die zeg maar een hele kroeg gaan overnemen, om het zo maar uit te drukken. Ja, dan kan dat heel vervelend zijn, ook voor andere bezoekers die daar binnen willen komen. En bovendien staan die motorclubs er ook om bekend dat, dat zij relaties hebben in de criminele wereld, in de onderwereld. En dat, daar wordt toch voor gewaarschuwd van kijk uit horecaondernemers welke groep u hiermee binnenhaalt en wat dat voor u kan betekenen.